Ik ben geneigd om vanmorgen gebruik te maken van het woord eindelijk. En als ik zeg eindelijk, dan denk ik dat ik goed verwoord datgene dat leeft in de Surinaamse gemeenschap, bij het Nationaal Leger, maar ook bij de regering van India, dat we eindelijk vandaag kunnen overgaan tot accepteren van de helikopters. I take this opportunity to reassure the Minister of Defence, the Commander of the Armed Forces and all defence personnel of the continued support from us, from HAL, be it technical or maintenance or any other issue, and may I assure you that it is just a phone call away, or should I say an email away. Het is mij een genoegen geweest mee te maken hier dat de Luma van het Nationaal Leger vandaag de eerste stap zet om haar vliegcapaciteit fysiek te hernemen. Op relatief korte termijn wordt deze vliegcapaciteit uitgebreid met een gebruikname van tenminste één vliegtuig. Deze toezegging doe ik tegen de achtergrond van het voornemen van de president van de Republiek Suriname, tevens opperbevelhebber, dat het leger van Suriname die plaats kreeg die het had in het verleden. Er breken goede tijden aan voor het Nationaal Leger en in het bijzonder voor de luchtmacht.